Goeiedag, welkom bij Tycho's Wiskunde. Bij deel 12 over de supermachten gaan we eens kijken wat er precies gebeurt als dat begingetal van de machtorde nou echt kleiner is dan die linkergrens van het convergentiedomein. Dat wil zeggen, als e tot de macht e, als dat groter is dan onze x0 of onze x0 kleiner dan e tot de macht min e, dan hebben we gezien dat we twee verschillende limieten krijgen die elkaar afwisselen. Dus eigenlijk is er geen limiet, maar we kunnen er iets meer over zeggen. Het lijkt erop dat twee waarden die allebei een soort van limiet zijn voor elkaar afwisselen als je telkens één term verder in de toren kijkt. En ja, we hebben hier even nog het plaatje getekend van de machttorenfunctie zoals we die kennen. Op het domein e tot macht min e tot e de machtsorde van e convergeert dat netjes. En dan krijg je de inverse van deze functie eigenlijk, van deze kromme, als grafiek. En daarna gaat het stippenlijntje verder van x tot de macht i is i. Dat is een kromme waarvan onze grafiek slechts een stukje is natuurlijk. Dus daar stopt hij. En hier stopt hij ook, maar krijgen we dus twee van die takken. En als je daarop inzoomt, dan ziet dat plaatje er ongeveer zo uit. En dan gaan we zo meteen nog een gedetailleerder plaatje van bekijken, zodra we er wat meer van begrijpen. Maar het gaat er dus om dat onze x0 kleiner is dan die e tot de macht min e. Ik heb hier nog even een leuk feitje opgeschreven trouwens. Als je bij die machttoren 1 gedeeld door e invult, dat hebben we hiervoor nog niet gedaan, dan krijg je grappig genoeg precies de waarde van w1. En dat is omega, zoals we afgesproken hebben. Dus die zit ook daadwerkelijk op onze grafiek. Dus dat is zomaar even iets leuks. En wat we hebben gezien ook, is dat als je een kleinere waarde hebt, bijvoorbeeld 300ste, dan krijg je dus twee limieten en in het webdiagram ziet dat er zo uit. Dus we hebben een exponentiële functie met x0 kleiner dan die grens. En dan begin je dus met die x0 te itereren en dan krijg je een soort cycl die hier helemaal naar binnen spiraliseert en niet tot aan het dekpunt komt. Want dit dekpunt is afstotend. Dat hebben we gezien omdat de afgeleide, oftewel de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dat punt, die is kleiner dan min 1. Dan zou het een afstotend dekpunt zijn. En het is ook het enige dekpunt. Dus je hebt geen convergentie. Maar goed, laten we eens kijken naar dan die twee punten van die cycl waar het naartoe lijkt te gaan. Kunnen we daar nou niet eens iets meer over zeggen? En kunnen we daar niet eens wat meer over begrijpen? Wat voor soort waarden dat zijn? En laten we ze eens i1 en i2 noemen. Die i-coördinaten van die limietpunten. Wat is er dan eigenlijk aan de hand? Nou, omdat die hoekpunten hier van die limietvierkant, van het rode vierkantje, die liggen natuurlijk op de lijn i is x. Dus daarom weten we ook daadwerkelijk dat het een vierkant is. Daarvoor zou je alleen maar kunnen concluderen dat het een rechthoek is. Maar als je twee hoekpunten van een rechthoek hebt, de diagonalen, die ook echt op die lijn liggen, dan moet het wel een vierkantje worden. En als we goed kijken, als je dit limietpunt hebt en je zou hem nog een keer itereren, dan gaat hij naar het volgende limietpunt. En als je die nog eens itereert, dan gaat hij weer terug naar het eerste limietpunt. Etcetera. Dus wat schrijven we op? De i1 is hetzelfde als de x0 tot de macht i2. En dat geldt ook omgekeerd. i2 is x0 tot de macht i1. Die wisselen elkaar af als dat echt die limiet is. En dit kun je ook een beetje omschrijven en dan staat er x0 tot de macht x0 tot de macht i1 is hetzelfde als i1. Met andere woorden, i1 is een dekpunt niet van de originele exponentiële functie, maar van die dubbele exponentiële functie. Dus het is een dekpunt van de afbeelding die x stuurt naar x0 tot de macht x0 tot de macht x. Daar is het een dekpunt van. We kunnen hier ook een i van maken hoor. Misschien vinden jullie dat fijner. Dus dat is daar het dekpunt van. En i2 is dat natuurlijk ook. Dus i1 en i2 zijn allebei dekpunten van die afbeelding. Dus we zijn nu geïnteresseerd wat de dekpunten dan zijn van deze functie. Deze functie, dat is zo'n dubbele exponential, een super exponentiële functie. Die heeft wel een paar eigenschappen gemeenschappelijk met de eenstaps exponentiële functie. Dus dat gaan we eens eventjes onderzoeken wat we daar nou al over kunnen zeggen. Hoe ziet de grafiek er bijvoorbeeld uit van zo'n functie? Nou, laten we eens even kijken. Dus we bekijken de familie van functies. In plaats van x0 schrijf ik even een a, omdat dat dan mooie
enkelvoudige parameter is. De fa van x, dat is een hele familie van functies, dat is a tot de macht x. Een super exponent. Wat gaan we doen als we een functie onderzoeken? Het is sowieso even handig om te kijken naar limieten. Laten we eens kijken naar de limiet van x naar oneindig, bijvoorbeeld. En het gaat er natuurlijk van afhangen wat die limiet gaat doen. Dat hangt af van de waarde van a. En zoals misschien intuïtief duidelijk is, als a groter dan 1 is, dan ontploft dit gewoon. Dan gaat het heel erg hard omhoog. Harder dan exponentieel. En dat is ook zo bij de limiet. Als x naar oneindig gaat en a is groter dan 1... dan gaat a tot de macht x zelf, dus die exponent zelf, die gaat naar oneindig. En dan gaat a tot de macht dat getal dus ook naar oneindig. Dus het is oneindig als a groter dan 1 is. Dat is niet zo'n heel interessant geval, want hier is natuurlijk die a sowieso kleiner dan e tot de macht min e. Dus zeker kleiner dan 1. En wat gebeurt er als a kleiner dan 1 is? Nou, dan gaat a tot de macht x, die gaat naar 0 als x naar oneindig. En dan gaat dit dus naar a tot de macht 0 en dat is altijd 1. Dus dat weten we in ieder geval. Nou, laten we ook eens kijken naar de limiet van x naar min oneindig van fax. Eens even kijken. Dus als a groter dan 1 is, dan gaat a tot de macht x voor x naar min oneindig, dat gaat naar 0. Dus dan gaat dit naar a tot de macht 0 en dat is 1. Dus 1 als a groter is dan 1. En waar gaat het naartoe als a kleiner is dan 1? Nou, dan gaat a tot de macht min, tot de macht min iets wat steeds groter wordt. Ja, dat gaat naar oneindig zelf. Denk maar aan deze grafiek. Als a kleiner dan 1 is, dan krijg je altijd zo'n grafiek van I is a tot de macht x. En als x naar min oneindig wil, dan gaat dat, dan ploft dat naar linksboven. Dus die exponent gaat naar oneindig toe. Maar als het grondtal kleiner dan 1 is, dan gaat dat dus naar 0 toe. En dat wordt dus ook de limiet van dit geval. A kleiner dan 1. Nou, en als a precies gelijk is aan 1, nou, dan gaat het natuurlijk ook naar 1. Dus hier kunnen we een kleiner of gelijk aan zetten. En hier kunnen we ook een kleiner of gelijk aan zetten. En dan gaat het altijd naar 1, want dan is het gewoon de constante functie 1. Oké, dus we weten alvast het asymptotische gedrag, het limietgedrag. Nou, wat zien we nog meer? De fa van 0, waar begint die eigenlijk? Dat is a tot de macht 0. Oftewel a tot de macht 1, oftewel a. Dus dat kunnen we alvast zien. Je kan misschien ook zien dat de fa van 1, dat is gelijk aan a tot de macht a, op die manier. Ja, wat dat precies is, dat hangt er natuurlijk vanaf wat a is. Oké, maar het beginpunt op die i-as is op zich wel fijn om te weten natuurlijk. En wat we ook hebben, is dat het stijgt. Het is eigenlijk altijd een stijgende functie. Want a tot de macht x is stijgend en a tot de macht iets is weer stijgend. Stijgend van stijgend is weer stijgend. Maar ja, dat zouden we dus ook moeten kunnen zien aan de afgeleide. Dus laten we die afgeleide ook eens maken. Dus de fa accent van x. Ja, en dat is zo'n f-pijl omhoog g ding. Een super exponentiële functie. Dus als je dat wil differentiëren, dan ben je eigenlijk e tot de macht ln van dit aan het differentiëren. Dat is e tot de macht a tot de macht x keer ln a. Nou, en ik laat het eventjes over als opgave om dat helemaal uit te voeren. Het is niet zo heel erg lastig. Dit kun je gewoon differentiëren alsof het een exponentiële functie is. Dan komt er twee keer een ln van a uit. En dan krijg je uiteindelijk deze functie terug. A tot de macht x plus x keer ln kwadraat a. En ik ga nu even dit stukje van het bord uitvegen. Want dit plaatje heeft wel eens goed is redelijk in ons hoofd zitten. En we hebben het bord wel eventjes nodig. De ingezoomde variant, daar gaat het straks om. Dus dit is de afgeleide van a tot de macht x. En hierin kun je inderdaad zien dat dit altijd groter is dan 0. Want a is groter dan 0, dus dit is ook groter dan 0. En zo'n exponent blijft ook altijd groter dan 0. Dus we hebben te maken met een stijgende functie.
En wat je ook kan laten zien, is dat de dubbele afgeleide van x, die is 0 bij een buigpunt dus. En dat buigpunt, dat zit altijd bij x is de a-log van min de a-log van e. Dus dat is ook een leuke opgave. Hè? Dus dit is een opgavetje, dit is een opgavetje. Dat is gewoon een beetje analyse, een beetje calculus. En dat zou je zeker moeten kunnen na het kijken van deze serie. Goed, dat buigpunt hebben we niet per se nodig trouwens. Maar we hebben nu wel al een mooi idee van hoe die functie gaat lopen. Namelijk, als... even kijken hoor. Als a groter is dan 1... dan begint hij dus bij a, hè, dat begint hij sowieso. En we weten dat de limiet van min oneindig, die wordt 1. Dus we hebben hier de asymptoot, y is 1. En voor x naar oneindig gaat het gewoon naar oneindig. Dus je krijgt een stijgende functie, die eigenlijk lijkt op een exponentiële functie, maar nog harder stijgt uiteindelijk. Dus dat is dit geval. En voor a kleiner dan 1... hebben we dit plaatje. A kleiner dan 1. A is 1, ga ik trouwens niet opschrijven. Dat is gewoon een rechte lijn. Hè? Dat is gewoon deze asymptoot eigenlijk. Dus we hebben hier het punt 1. Die tekenen we hier ook. Punt 1. Ik ga hem iets hoger tekenen. Dat komt er toch mooi bovenuit. Voor x naar oneindig gaat het naar 1. En voor x naar min oneindig gaat het naar 0. Dus je krijgt... zo'n soort plaatje. Waarbij dit dus een asymptoot is. Overal stijgend en er moet dus ook wel een buigpunt zijn. Hè? Anders kan het niet stijgen tussen twee limieten in. Dat gaat helemaal niet. Dus dat is een redelijk saaie functie als je zo kijkt. Het lijkt een beetje op een soort arctangens ofzo, maar dan een beetje verscholen. Zo ziet die functie er dus uit, in het geval dat wij willen bekijken. Dus y is a tot de macht x. En we zijn geïnteresseerd in dekpunten van die functie. En als we lijn y is x ook eens tekenen, dus misschien gaat die wel ongeveer zo, die heeft daar een snijpunt. En hier ziet dat eruit als een heel onschuldig snijpuntje. Namelijk, de richtingscoëfficiënt die lijkt... net niet zoveel bijzonders te doen, er is één dekpunt. En dat dekpunt dat we hier zien, dat kennen we eigenlijk al. Want iets anders dat we ook nog op kunnen merken over dit hele ding, is als x ster een dekpunt is van de originele exponentiële vergelijking, dus van a tot de macht x is x, dan ook een dekpunt. Dan is het ook een dekpunt van a tot de macht x is x. Want, nou, a tot de macht x ster is hetzelfde als a tot de macht x ster dan. Want a tot de macht x ster is a, is x ster zelf. En dit is dus ook weer x ster. Dus als je een dekpunt bent van die functie die we al kennen, dan ben je kennelijk ook een dekpunt van deze machttoren. Van de machttoren die twee stapjes tegelijk neemt. Maar het blijkt nu dat als a verandert, dat deze functie meer snijpunten gaat hebben. En wanneer zou dat nou veranderen? Dat verandert als de richtingscoëfficiënt van het snijpunt hier, van dit dekpunt, als die groter dan 1 is in die grafiek. Want wat gaat er dan gebeuren? Nou... kun je misschien wel een beetje voor je zien. Als je een klein beetje visueel ongesteld bent. Maar hier hebben we dus die limietlijn. En wat er gaat gebeuren is dit. Zoiets. Als die daar steiler dan y is x gaat, dan komen er twee nieuwe snijpunten bij die grafiek. En wanneer zou dit precies gebeuren? Wanneer gaat die nou van dit om naar dit? Dat is natuurlijk precies bij a is e tot de macht min e. Kunnen we dat begrijpen? Nou, dat is gewoon een kwestie van narekenen. Dus laten we dat eens doen. We hebben hier die afgeleide staan.
En we willen dus eigenlijk weten wat die afgeleide is in het originele dekpunt, in het middelste dekpunt hier zo. Dus dan gaan we eens kijken of we daar achter kunnen komen. Dus we hebben een dekpunt, namelijk x ster. Die is hetzelfde als a tot macht x ster. En wat is die x ster eigenlijk? Dat hebben we al gezien. Dat was die tower oplossing. De w van min ln x ster. Of de w van min ln a gedeeld door min ln a. Dus we weten eigenlijk al precies wat x ster is uitgedrukt in a. Namelijk e tot de macht w min w van min ln a. Dat was een andere uitdrukking voor de oplossing van de power tower functie. In termen van de Lambert-W-functie. Dus dat is nog steeds het dekpunt hier. En dan gaan we eens kijken wat de afgeleide is in dat dekpunt. Dus hier hebben we hem nog staan. Hè? A tot de macht x plus x. En dan hier een ln kwadraat van a is groter dan 0. Nou. Dus hier gaan we nu die specifieke waarde van x ster invullen. Dus wat is de FA-accent van die x-ster precies? Nou, en wat hier staat is eigenlijk a tot de macht x, ster. En in plaats van plus x vermenigvuldig ik hier met a tot de macht x-ster. Dat is namelijk hetzelfde. En dit gaan we natuurlijk allemaal lekker afbreken. En we hebben keer ln kwadraat van a. En dit wordt een x-ster, dit wordt ook een x-ster. Dus hier staat niks anders dan x ster keer de ln van a in het kwadraat. Ze staan er allebei twee keer. En nu gebruiken we wat x ster eigenlijk precies is. Dus x ster is deze waarde. En we hebben gezien dat dat ook gelijk is. Ik zal het eventjes hier schrijven. Ook gelijk is aan de min w van min ln a gedeeld door ln a. En dat was die equivalentie van e-machten als hetgene wat je invult bij die Lambert-W-functie niet nul is. Maar die is niet nul, want we nemen a natuurlijk niet gelijk aan e. Die a zelf die is altijd positief bij ons. Dus we hebben dit. En dit is kennelijk gelijk aan dit ding keer ln a. Dus dat is min de w van dat in het kwadraat. Maar ja, dat kwadraat zorgt er ook voor dat die min wegvalt. Dus wat we overhouden is de w van min ln a. En dat in het kwadraat. Ja. Dus wat zien we? Het is in ieder geval positief. Hè? Natuurlijk is het positief, want die afgeleide is altijd positief. Maar we zien nog iets meer. We zien namelijk precies wanneer het 1 is. Dus wanneer die richtingscoëfficiënt precies dezelfde richting heeft als de lijn y is x. Wanneer is dit gelijk aan 1? Nou, wanneer is de w van iets gelijk aan 1? Dat is precies als hetgene wat erin staat gelijk is aan e. Dus min ln a is e, oftewel ln a is min e, oftewel a is e tot de macht min e. Dus daar zit het omslagpunt. En als a groter wordt dan dit getal, dan wordt die ln van a groter, dan wordt dit dus kleiner, dus dan wordt dit ook kleiner. Dan hebben we dus een plattere richtingscoëfficiënt. Maar als a kleiner wordt nog dan e tot de macht min e, dan heb je dus altijd drie snijpunten. Dan kom je in dit geval. Dus dit zijn dekpunten die de originele machttoren niet heeft, maar de dubbele machttoren wel. De machttoren die telkens een stapje extra zet. Die heeft twee snijpunten, twee dekpunten daar. En ja, als dat middelste dekpunt, als daar de richtingscoëfficiënt groter is dan 1, dan moet die in deze twee snijpunten moet die wel kleiner zijn dan 1. Want anders zou die nooit meer die lijn y is x kunnen snijden. Met andere woorden, dit zijn aantrekkende dekpunten geworden. En dit is opeens een afstotend dekpunt geworden. Terwijl dat in deze situatie niet zo is.
En zo'n verandering van de hele structuur van die situatie, hè, als A een klein beetje verandert rond dit punt, dan verandert gelijk de dynamiek van dit systeem. En dat noemen we in de theorie van dynamische systemen ook wel een bifurcatie. Dus een verandering ten gevolge van een dus een grotere structurele verandering ten gevolge van een kleine verandering in een bepaalde parameter. En deze bifurcatie heeft zelfs een aparte naam gekregen, omdat die dus uiteindelijk teweeg brengt dat dit twee takken worden. Dat was eerst gewoon een mooie tower en dat ene dekpunt is gewoon het goede dekpunt waar alles naartoe convergeert. En dat gaat op zich verder, maar die dekpunten, daar convergeert het niet meer naartoe. Het gaat opeens naar twee nieuwe dekpunten toe. En als je deze lijn weglaat, dan ziet dit er een beetje uit als een soort hooivork. Dus daarom wordt dat ook wel in het Engels een pitchfork. Een pitchfork bifurcation genoemd. Een hooivork bifurcatie. Dat is daadwerkelijk een term in de analyse van dynamische systemen. Dus wat kunnen we concluderen? Inderdaad, hier zit het omslagpunt, dan zijn er opeens twee dekpunten en dat zijn natuurlijk precies deze dekpunten die je krijgt als je de toren twee keer herhaalt. En het lukt helaas niet om deze coördinaten van die dekpunten uit te drukken in A op een nette manier. Het lukt zelfs nog steeds niet met de Lambert-W-functie. Maar we kunnen wel iets leuks doen met eisen dat het ene dekpunt p keer zo groot is als het andere dekpunt. Daar kunnen we wel iets interessants uit halen. En dat is ook een beetje richting het eind van dit filmpje. Maar we hebben nu in ieder geval begrepen waarom er opeens dekpunten zijn van die dubbele exponential. Ja. Dus er zijn er twee, laten we zeggen T1 en T2. Dus T1 en T2. En waar voldoen die aan? Nou, x tot de macht T1 is gelijk aan T2. En x tot de macht T2 is gelijk aan T1. Dat hebben we gezien. En stel nou dat we eens zeggen dat T1 hetzelfde is als P keer T2. Of andersom. T2 is p keer T1. En die p is een of andere constante groter dan 1. Dus als die bijvoorbeeld 2 is, dan is T2 twee keer zo groot als T1. Oftewel, als je deze hoogte vergelijkt met die hoogte, dan scheelt dat dus een factor 2. Nou, wat gebeurt er dan? Als die x0 heel erg klein wordt, dan gaat deze grafiek heel laag lopen. Dus dan krijg je een grote limietcycle. En hoe kleiner die x0 wordt, hoe groter die limietcycle wordt. En uiteindelijk wordt dat een soort eenheidsvierkant zelfs. Maar er is altijd een verhouding tussen die twee dekpunten in grootte. En die verhouding die noemen we gewoon eventjes p. Oké, wat kunnen we dan zeggen? We willen graag die t2 en die t1 allebei uit gaan drukken in p. En dat geeft een relatie om een soort parametrisatie van deze hooivork te maken. Dus zodanig dat we er toch nog iets mee kunnen uitrekenen. En ja, hoe gaat dat in zijn werk? Bijvoorbeeld, in zo'n vergelijking als deze, kunnen we allebei tot de macht t1 doen. En dan krijgen we een beetje een symmetrische uitdrukking. Namelijk, x tot de macht t1 keer t2 wordt dan hetzelfde als t1 tot de macht T1. Ja. En wat krijgen we daaruit? Dat is dus hetzelfde als T2 tot de macht T2. Dat is in ieder geval hetzelfde. En hier staat dus als je ln's neemt aan beide kanten, dat T1 keer de ln van T1 hetzelfde is als T2 keer de ln van T2. En ja, we hebben afgesproken dat die T2 p keer zo groot is als T1. Dus dat is dan pt1 keer de ln van pt1. En het idee wordt nu om T1 hieruit te destilleren. Kunnen we die apart schrijven?
Ja, dat lukt. Die kunnen we uitdrukken in P. Hoe gaat dat dan? Nou, hier kun je zeggen dat het P T1 keer, even kijken, keer de ln van P plus de ln van T1 is. Want de ln van een product is de som van de ln'en. Dus wat hebben we dan staan? We hebben dan P T1 keer ln P plus P T1 ln T1. En dat is uiteindelijk allemaal gelijk aan T1 ln T1. En dan kunnen we zien dat we die T1's gewoon weg kunnen strepen, hè? Overal. Zo. Oké, dus hier hebben we een ln van T1, hier hebben we ook een ln van T1. Kunnen we die bij elkaar schrijven? Ja, waarom niet? Dus we doen dit bijvoorbeeld naar die kant. Dus dan staat er 1 min P keer de ln van T1 is hetzelfde als P ln P. Oftewel, de ln van T1 is hetzelfde als P gedeeld door 1 min P keer ln van P. En dan hebben we dus T1 uitgedrukt in P. Als we aan beide kanten, hier de E-macht zouden nemen, dan staat er dus T1 is, even kijken, dat is E tot de macht dit. Dus dat is P tot de macht P gedeeld door 1 min P. Zo. Ja, dus dat is T1. En wat is T2 dan? Nou, T2, dat was, zoals we afgesproken hebben, P keer T1. Oftewel, P tot de macht P gedeeld door 1 min P plus 1. Nou ja, 1 is gewoon 1 min P gedeeld door 1 min P. Dus je krijgt hier P plus 1 min P. En dat is 1 gedeeld door 1 min P. Dus P tot macht 1 gedeeld door 1 min P. Nou, dan kun je afvragen, wat heb je hier nou allemaal aan? Nou, we hebben allebei die limietpunten. Dus deze, T1 en T2. Die hebben nu allebei uitgedrukt in een parameter die de verhouding aangeeft tussen die twee limietpunten zelf. Dus dan kunnen we gewoon eens kijken wat er voor een zekere P gebeurt. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als P is 2? Nou, als P is 1 trouwens, dan zijn ze hetzelfde. Dus dan krijg je natuurlijk automatisch dat je x0 gelijk moet zijn geweest aan e tot de macht min 1. Maar als je dus een andere P invult, dan zou je automatisch een waarde moeten krijgen. Zodanig dat die limietpunten allebei niet 1 gedeeld door e zijn. Dus bij p is 2, wat krijgen we dan? Nou, we krijgen t1. Even goed kijken, dus dan staat er 2 tot de macht 2 gedeeld door min 1. Oftewel 2 tot de macht min 2. Oftewel 1 vierde. En wat is t2? Dat wordt 2 tot de macht 1 gedeeld door min 1. Dus dat wordt dan 2 tot de macht min 1. En dat is hetzelfde als een half. Oké, okay, dus dat zijn dan kennelijk de limietpunten. En wat is de x0 dan geweest? Bij welke beginwaarde van heel de machttoren hoort dat dan? Nou, die kun je ook uitrekenen. Want die x0, dat is t1 tot de macht 1 gedeeld door t2. Waar haal ik dit eigenlijk uit? Nou, x0 tot de macht t1 was bijvoorbeeld gelijk aan t2, zoals we gezien hebben. En andersom ook. Dus dit is natuurlijk hetzelfde. En als je hier aan beide kanten de t2 de machtswortel neemt, dan krijg je dat. Dus dit is natuurlijk hetzelfde als wanneer je het omdraait. Zo. En wat staat daar dan? Nou, laten we er maar eentje uitkiezen. Bijvoorbeeld 1 vierde tot de macht 1 gedeeld door dit. Dus 1 vierde tot de macht 1 gedeeld door een half, of de macht 2. Maar het is dus ook een half tot de macht 4. Dat is inderdaad hetzelfde, want dit is allebei gelijk aan 1 zestiende. Oftewel 0,0625. Dus als je met die waarde begint, dat is net iets kleiner dan e tot de macht min e, dan gaan die twee limietpunten allebei
De eentje die gaat een half zijn en die andere die gaat een vierde zijn. Dat is heel grappig. Dat kun je dus zomaar uitrekenen. Als je bijvoorbeeld PS3 neemt, dan krijg je al veel twee limietpunten die er wat ingewikkelder uitzien. En dus laten we dat ook nog eens even proberen. PS3. Dit moest een implicatiepeil zijn, geen is gelijkteken. Zo. Nou, wat krijgen we dan? Dan krijgen we dus T1 is 3 tot de macht 3 gedeeld door min 2. 3 gedeeld door min 2. En T2, dat wordt 3 tot de macht 1 gedeeld door min 2. Dus 1 gedeeld door min 2. Ja, deze waarde is niet zo heel erg lastig. Hè? Dat is 3 tot de macht een half, oftewel de wortel van 3 en dan 1 gedeeld door dat. Dus dat is 1 gedeeld door wortel 3. En wat krijgen we hier? Hier krijgen we 1 gedeeld door de wortel van 3 tot de macht 3. Dus 1 gedeeld door de wortel van 27. Ja, en wat is de x0 dan geweest? Nou, die x0 die was dan kennelijk T2, laten we zeggen, dus 1 gedeeld door wortel 3, tot de macht 1 gedeeld door die ander, dus tot de macht wortel 27. Ja. Maar ook 1 gedeeld door de wortel van 27, namelijk deze, tot de macht 1 gedeeld door die ander, dus dat is wortel 3. Dit is hetzelfde. En het is allebei de x0. En die kan ik nu niet zomaar eventjes uitrekenen. Daar zou je een rekenmachine voor nodig hebben. Maar dan weet je wel die x0. En dit wordt dus altijd kleiner dan die e tot de macht min e. Inderdaad. En de twee limieten waar ik al naartoe convergeert, dat zijn deze twee. Oké. En voor de rest kunnen we eigenlijk niet zo heel erg veel. Wat we dus niet kunnen, is... aan de hand van deze vergelijking, dus x0 tot de macht x0 tot de macht t is t, t uitdrukken in x, dat lukt niet in één keer. Dat lukt zelf niet met de Lambert-W-functie. Ik heb een beetje geprobeerd, als het jullie lukt, laat het me vooral weten. Maar ik heb het idee dat het niet kan. Dus een expliciete oplossing kunnen we niet maken, tenzij we een soort super Lambert-W definiëren die daar dan weer de oplossing van is. Maar zo blijf je natuurlijk bezig. Nou, en nog even als laatste, geeft dit dus wel aanleiding tot een parametrisatie van dit stuk. Namelijk, xi, dus x en de i. En als je die i bijvoorbeeld gelijk aan t1 neemt, oftewel p tot de macht p gedeeld door 1 min p, of p min 1, ik weet niet meer precies wat er stond, maakt niet zoveel uit. Dus i is dit. En x is dus dit tot de macht 1 gedeeld door die ander. Dus dat wordt p tot de macht p gedeeld door 1 min p. En dit tot de macht p tot de macht 1 gedeeld door 1 min p. En dit kun je natuurlijk een beetje vereenvoudigen nog. En als je hier die p gewoon tussen 0 en... en oneindig kiest, dus gewoon p groter dan 0, dan krijg je uiteindelijk elk punt in deze kromme. Dus je kunt hem op zich vrij mooi tekenen. Dit is allemaal berekenbaar. Alleen wat je dus niet zo heel makkelijk kan, is zeggen van nou, nu kies ik x0 gelijk aan 300ste. Wat is dan precies de limiet? In die volgorde kunnen we het niet zo makkelijk uitrekenen. Maar we begrijpen nu wel zo ongeveer alles wat er te begrijpen valt over die hooivork-bifurcatie. En in het volgende filmpje gaan we eens kijken naar andere x'en die je misschien nog zou willen invullen. Bijvoorbeeld negatieve waarden van x. Alle middelbare schoolleraren die zullen je zeggen dat de functie fx is g tot de macht x, dat die eigenlijk alleen maar bestaat als g in ieder geval meer dan 0 is. Voor een negatief grondtal beschouwen we eigenlijk nooit exponentiële functies. En toch kunnen we het best eens proberen. Waarom niet? En dat geeft uiteindelijk ook aanleiding tot het bekijken van de complexe machttoren. En uiteindelijk zelfs de oneindige complexe machttoren. Dat wordt een beetje waar we naartoe convergeren. Dat wordt een beetje het mooie einde met allemaal mooie plaatjes. Dus blijf vooral nog eventjes erbij.
Maar nu weten we zo ongeveer alles wat we zouden willen weten over de reële oneindige machttoren. Bedankt voor het kijken en tot ziens.